Jose, talent of the month. The award is in your hand. Yeah, what does this mean to you? No, I mean, I feel great to receive this award. Yeah, I'm very happy. I've been enjoying the league until now, and yeah, we didn't have these prizes last season, so it feels good to get it. Yeah. How is the award? Let me show it. Show it us. Yeah, I mean, it's nice. Last year we didn't get, as I said, we didn't get these awards, so it feels good. It feels good. Yeah. How was the match today? Because when you say you play at home against VVV, people will say that's an easy one. I mean, every game can be difficult, or we can make it hard. But the end, we got the 3 points again. 8 games, 8 wins. The team is working really hard during the week to show it every weekend. And yeah, it's been great until now. The team is very positive. And we just need to keep working hard. Ik denk dat we het uitstekend hebben gedaan vandaag, omdat we gedeeld waren aan de bal. We hadden gedeeld, ze hadden in de eerste helft een grote kans, dat weten wij niet goed. Die pak zoet uitstekend, maar ik denk dat we heel goed hebben gedaan juist, zodat we geduldig bleven. Niet ongeduldig werden en rare dingen gaan doen, maar we bleven juist geduldig. En we wisten als we geduldig blijven, dan komt die kans en dat doen we hartstikke goed, vind ik. Hoe lastig is het om geduldig te blijven? Want het bleef best wel lang 1-0. Ja, maar wij raken daar niet van in de war. Het is natuurlijk wel lastig, want je wilt natuurlijk heel graag. Maar juist op dat moment moet je in je discipline blijven. En op dat moment moet je, gefocust blijven. En dat doen we uitstekend. Wat was het voor wedstrijd voor jou vandaag? Want je hoefde verdedigend niet heel veel te doen, als ik dat zo mag zeggen. En je kon lekker mee aanvallen. Dat is natuurlijk als je misschien wat minder te doen hebt vandaag verdedigend. Juist dat ene momentje dat je daar gefocust moet zijn. En ik denk dat we dat uitstekend doen. We houden weer de nul. En het was lekker natuurlijk aanvallen. En was de ploeg speelden we heel gefocust in onze discipline. En dat maakte daarvan dat we dan 4-0 vandaag hier winnen. Kun je eens vertellen wat het voor week het voor jou is, Denzel? Want er gebeurt heel veel en ook heel veel moois. Ja, het was natuurlijk een prachtige week toen ik hoorde bij Nederland zelf daar zat. En staat je telefoon natuurlijk roodgloeiend. En helaas van Inter verloren op woensdag. Maar als je dan een belletje krijgt, dan ben je wel blij en trots. Wat waren je eerste gedachten toen dat belletje kwam? Nou, ik heb een dansje gedaan. Hoe ziet dat eruit? Dat doe ik maar. Beschrijf het alleen. Dat doe ik me niet meer na. Dat doe ik maar. Dat is niet goed. Dat heeft niemand gezien, dus dat is beter. How was your week? Yeah, it was great. Some good news also. I'm joining the under 21's national team squad. So yeah, I'm just very happy. I think since I came to PSV, it's a push that PSV gave me. I couldn't make it without PSV. So yeah, I'm very grateful to the team. The fans are also very happy with you because you went off the pitch and they were singing your name. How is that for you? I mean, it's amazing. After I left NAC, I thought that it's going to be hard again to hear my name in the stadium, and it happened again some night. So yeah, I'm very grateful and thank you to the fans. Had je het verwacht? Want in de media wordt het wel een beetje gesuggereerd, hè, van die Dumfries. Die zal wel een keer opgeroepen worden. Hoe was het voor jouzelf? Je ziet, ik speelde met Steven en Pablo bij Jong Oranje altijd. En we doen het als ploeg hartstikke goed. En je ziet dat hun de stap maakt vanuit de voorselectie. En dan zie je dat het mogelijk is. En dan ben je hartstikke blij dat ik bij de definitieve selectie ook zit. En je bent er niet meer mee bezig, want je bent natuurlijk weer bezig met PSV. We spelen wedstrijd na wedstrijd. Maar het is hartstikke mooi dat ik erbij zit. Wat verwacht je ervan, van het avontuur bij het Grote Oranje? Ik laat het op me afkomen. Dat lijkt me het beste. Tot slot, je had het net over Pablo en Steven. Met z'n drieën nog een dansje gedaan? Nee, want volgens mij Pablo en Steven kunnen niet zo goed dansen. Dus dat lieten we maar achterwege. Dus dat doe ik ook maar liever niet met hun, hoor. Alsjeblieft. Thanks.